Op zaterdag 6 april opent het Nationaal Jenever Museum Schiedam haar vernieuwde museumzalen. Afgelopen donderdag hield het museum aan de Lange Haven echter alvast een preview voor genodigden. Er is hard gewerkt aan de herinrichting op de eerste en tweede verdieping. Door de vernieuwingsslag kunnen bezoekers op een moderne manier kennis opdoen van de jenever. Bij binnenkomst van de eerste zaal zijn de geuren te ruiken die de basis van jenever vormen. In de 5 meter lange bar die de zaal siert zijn niet alleen de grondstoffen voor jenever te vinden, maar ook die van whisky en gin. Verderop aan de bar kunnen de bezoekers meer leren over de verschillen en overeenkomsten tussen gin, vruchtenjenever, jonge jenever, oude jenever, korenwijn, moutwijnjenever en whisky. Op de tweede verdieping in de laatste zaal is een parade te vinden van bijna 100 verschillende jeneverreclames en marktuitingen door de jaren heen. Zo zijn onder meer de spraakmakende jenevercampagnes van Nolet en Ketel 1 uit de jaren 50 en de karakteristieke lichtbak van Hooghout uit de jaren 80 te zien. Volgens directeur Marjolein Beumer kan het museum op deze manier haar naam als kenniscentrum van jenever in Nederland helemaal waar gaan maken. Ja, dank dat ik hier mag zijn. Ik ben hier in het verleden veel vaker geweest. Ik heb de eer gehad om een aantal jaar hier in het bestuur te mogen zitten. En een van de dingen die mij altijd opviel was dat de collectie misschien wel heel erg mooi was, maar wel onveranderlijk. En ik ben blij dat daar in ieder geval een beweging is gekomen. Mij is gevraagd om iets te vertellen over de stichting De Getroonde Brandersketel. En daar is het best aanleiding voor, denk ik, want het is een stichting die heel weinig aan de weg timmert, erg onbekend is, maar die toch niet even heel belangrijk is voor dit museum. Misschien goed om eerst even te vertellen dat de naam De Getroonde Brandersketel, die hebben we geleend, en wel van een molen met diezelfde naam. Een van de allereerste brandersmolens in Schiedam. Gebouwd in 1711. En die stond hier vlakbij, aan de west-west, ter hoogte van de huidige Kippenbrug.